De bouwwerkzaamheden van de vergaderruimte van de Nationale Assemblée zijn tijdelijk stopgezet. Dit naar aanleiding van opmerkingen die zijn gemaakt over de architectenopbouw van het vergadercomplex, zegt minister Henry Orrie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een persbericht. Volgens de bewindsman is het zo dat Suriname vanuit de Werelderfgoedconventie gehouden is aan een aantal afspraken. Naar aanleiding hiervan zijn in de afgelopen maanden verschillende ontwerpen bij de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, bestudeerd, waarbij er enkele adviezen zijn gegeven. Er zijn een aantal afspraken gemaakt dat we deze week in elk geval de bouwzaken, want er zijn voorbereidingen om te storten, zullen stopzetten, liet de onderwijsminister weten. In de komende periode zal de minister van OW samen met deskundigen de rapporten, als ook de opmerkingen die zijn gemaakt door de UNESCO, herzien. Vorige week woensdag, 18 oktober, legden UNESCO site manager Stephen Fouquet en de secretaris-generaal van de Nationale UNESCO-commissie Suriname, Fidia Narain, hun functie neer omdat ondanks alle bezwaren de bouw van het nieuwe vergadercomplex toch werd voortgezet. Volgens Fouquet voldoet het op te zetten gebouw niet aan de eisen van de UNESCO en liep de historische binnenstad van Paramaribo gevaar van de werelderfgoedlijst te worden verwijderd. Het is ons niet gelukt een reactie te krijgen van Fouquet op deze jongste ontwikkelingen.